FC Groningen speelde afgelopen zaterdag in de Euroborg een oefenwedstrijd tegen het sterke Southampton uit de Engelse Premier League. Voor 12.000 toeschouwers ging de thuisploeg met 3-0 onderuit tegen het team van Ronald Koeman. Het is de eerste echte oefencase, denk ik. En ja, zulke ploegen kunnen we ook in Europa League verwachten. Dus ja, het is nog vroeg het seizoen. Maar het is lekker zulke wedstrijd te spelen. Het is jammer dat je dan met een nederlaag van het veld afstapt. Want zij waren echt effectief. Ja, absoluut. Als ik zag die corners, ik denk dat de eerste drie corners... Ja, die zijn gelijk gevaarlijk en ja, ze zijn fysiek natuurlijk wat sterker als ons. En dat is voor ons een leerpunt en moeten we hard aan werken. Dusan Tadic, 3 seizoenen geleden vertrokken uit de Euroborg, was de grote uitblinker. De Serviër was bij alle 3 de treffers van de Engelsen de aangever. Really good memories, nice to be back always here and you always remember some good things and I have 2 beautiful years here. I think they play really well. They have good vision. They have amazing coach and everyone. And you see immediately they have a really good vision and that they want to play good football. And they make difficult also for us. You know, we were running a lot of without the ball, and it's hard to play against them. FC Groningen kreeg enkele goede mogelijkheden via Mahi, Linssen en Antonia. Maar had het lastig tegen het fysiek sterkere Southampton. In het begin hebben we een aantal hele goede kansen gecreëerd en zaten we er bovenop. En dat moeten we langer zien volhouden, want 20 minuten goed spelen, weet je geen wedstrijden meer. Het kan soms wel genoeg zijn om een wedstrijd te winnen, maar dan moet wel verdedigend allemaal wat beter staan. En dat stond vandaag nog niet. Dus daar moeten we aan werken en dat gaan we ook doen. Nou, iedereen begint fit te raken. Voor veel jongens waren de eerste 90 of 75 minuten weer. Dus ja, dan heb je ook wel in de vermoeidheid maak je dan wat meer foutjes. En ja, dat is allemaal logisch in zijn voorbereiding, maar het is wel soms wel frustrerend omdat je eigenlijk gelijk weer het niveau wil hebben waarmee je geëindigd bent vorig seizoen. Dat heeft even wat tijd nodig. Als je kijkt naar lengte en gewicht, ik ben bij ons een van de grootste, maar ik zou bij hun een van de kleinste zijn. Dus dat zegt ook wel iets. En fysiek zijn natuurlijk berensterk. En ja. Daar moeten wij stap in maken om fysiek sterker te worden en ons niet zo makkelijk af te laten troeven. En dan kunnen we ook een rol gaan spelen in Europa. FC Groningen speelt volgende week nog een oefenwedstrijd. Dan tegen Roda JC in Haren. Op zondag 2 augustus volgt het duel om de Johan Cruijffschaal tegen PSV in Amsterdam.